Een boodschap aan de jongere ik. Zonder tegenwind gaat de vlieger niet omhoog. Als je jezelf vergelijkt met de vlieger, heb je dingen die in je leven gebeuren waar je in eerste optiek misschien van denkt: dit is naar, dit had ik liever niet gewild. Maar om eerlijk te zijn, als ik kijk naar de man wie ik vandaag ben geworden, had ik niet gewild dat mijn leven anders had gelopen dan dat het nu is. Als ik kijk naar de manier hoe ik in het leven sta, heb ik het idee dat de beste keuze is om nederig te zijn en je kansen af te wachten. Vooral te beseffen dat je tijd komt. En als ik dat terugtrek naar die quote, precies wat ik zeg, je moet jezelf zien als de vlieger. En de wind zijn alle gebeurtenissen die in je leven afspelen. En precies zoals een vlieger omhoog gaat met de wind van voren, heeft hij ook de wind van achter nodig om daadwerkelijk de lucht in te gaan. En zo reflecteer ik dat een beetje op mijn leven. Ik zie mezelf als elk iets wat in mijn leven gebeurt wat mij tegenhoudt, brengt me daarna een stap verder. Daar leer je van, dat ontwikkelt je. En als ik dat kijk op muziek, heeft het me de tools gegeven, als het ware, om sterk in mijn schoenen te staan. Wees jezelf, verander je niet voor anderen. Maak je eigen keuzes en wees verstandig. Ik heb deze week een beat gemaakt en ben nu bezig met mijn rap om te schrijven. En die kan ik vandaag opnemen in de studio. En dat ga ik dus vandaag doen. Het gaat over een verhaaltje over wat er nu allemaal gebeurt. En heel persoonlijk, zeg maar. Ik probeer mensen te inspireren om niet dezelfde fout als ik te maken en dan ook zelf de fout in te gaan. Dus ik probeer zoveel mogelijk mensen te inspireren. Mijn verhaal is zielig. Ik ben niet zielig. Ik ben niet mijn verhaal. Nu in het leven sta, is beïnvloed door wat ik heb meegemaakt in mijn jeugd. Ik heb geleerd hoe ik sterk kan staan door de dingen om te draaien van iets negatiefs naar iets positiefs, om zo ook anderen te kunnen helpen door mijn ervaringen te delen. En daardoor ben ik veel sterker in mijn leven gaan staan. Maakt niet uit door hoeveel moeilijke dingen je heen kan gaan, God is altijd met je. Ik vind het belangrijk dat je van jezelf houdt, omdat als je niemand hebt, dan heb je alleen jezelf. Het belangrijkste van mijn muziek is dat je van jezelf kan houden, maar dat je ook van anderen kan houden. Ik wil jullie generatie bedanken voor jullie geduld, voor jullie mentale weerbaarheid, voor jullie aanpassingsvermogen in deze wereld waarin het tempo zo ongelooflijk hoog ligt door het internet. Ik wil jullie bedanken voor jullie weerbaarheid tegen de prestatiedruk, de onrealistische verwachtingen, tegen de sociale media die jou constant probeert te vertellen dat je dit of dat moet bereiken en er zo of zo moet uitzien. Ik wil jullie bedanken dat jullie je eigen ding doen, dat jullie zo sterk zijn en kiezen voor jezelf. Ik wil jullie bedanken voor het delen van je verhaal en ik wil jullie vooral bedanken voor de liefde die jullie dragen voor deze wereld en hoe jullie dat presenteren naar de rest. Jullie zijn een bron van inspiratie voor velen. En ik hoop dat jullie harten nog met velen kunnen delen. Dus dank jullie wel voor alles. Ga zo door en natuurlijk, keep your head up. Love. Als er geen eind aan lijkt te komen en je laat een traan, weet dat je er niet alleen voor staat. Muziek is voor mij een manier om pijn of emoties die ik heb van me af te schrijven en om op die manier te verwerken.
En in mijn muziek ben ik eerlijk, dus ik hoop wanneer mensen mijn muziek horen dat ze zich begrepen voelen en weten dat ze niet alleen zijn. Weet dat je mag durven, weet dat je altijd mag blijven dromen en wees trots, want dit is jouw verhaal.